Vorig jaar liep ik hier ook, maar nu met Dwalend door Den Bosch. Ik ga namelijk, het is vandaag 16 februari 2016, en ik ga iets doen wat we normaal alleen maar tijdens de kerst doen. Het kerstpakket uitpakken. Ik ga hem vandaag voor jullie inpakken, want het is weer zover. Kerstpakkettenbeurs 2016, hier in de Expo Dome van het Autotron in Rosmalen. We gaan weer ideeën opdoen wat er misschien aankomend jaar in ons kerstpakket, nee, jullie kerstpakket zit. Want ik krijg er al jaren geen. Ja, je moet wel even jezelf goed legitimeren, want het is een beurs die alleen geschikt is voor mensen die in die branche zitten van de kerstpakketten. En als je hier probeert lekker gewoon door die gangen te banjeren en te struinen en bij jezelf te denken van nou, dan heb ik weer wat lekkers gegeten en allemaal lekkere dingen geproefd. Wat we heel vaak op horecabeurzen zien, mensen die totaal niet in de branche werken, dan ben je hier aan het verkeerde adres. Wordt streng gecontroleerd op de kerstpakkettenbeurs waar we nu zijn in het Autotron te Rosmalen. Vorig jaar waren we hier en toen wist ik dat die nou vandaag weer zou komen. En toen dacht ik, ja, als we dan toch aan het dwalen zijn door Den Bosch, dan moet ik toch weer eventjes naar die kerstpakkettenbeurs. Want hoe bijzonder is het om in februari, maart, we leven nu in februari tijdens de opname, ja, met kerstpakketten bezig te zijn. Terwijl we eigenlijk nog 10 maanden moeten wachten voordat het kerst is. Ja, het is een bijzondere branche. En ik kan me nog herinneren dat ik vorig jaar Max van Dam sprak. En ik ga met Max van Dam weer praten. Want ik weet dat hij hier ergens rondstruint. Dus ineens staan we dadelijk ergens in een gangpad en heb ik Max van Dam voor de camera. Op de kerstpakkettenbeurs van 2016. Die plaatsvindt vandaag tijdens de opname op 16 en 17 en 18 februari 2016. Hey, die Max. Hey, hoe is het? Hartstikke goed. Hey. Leuk dat jullie er zijn. Op ja. De 37e editie. De 37e? De 37e editie van de WDGP. Nog eens een keer? De WGDP. De nog één keer, wat betekent? Dan noem ik het anders. GPB. GPB. De? Ja, de GPB. Maar wat betekent dat? Geschenkpakkettenbeurs. Ja, en Max, jij bent... Jij was toch oud-voorzitter? Ik was medebestuurslid. En nu heb jij vandaag een adviserende rol bij het nieuwe bestuur. Dus eigenlijk als ik één keer aan je jasje trek zo, van zou je me even rond willen leiden? Want ik ben zo brutaal geweest. Ik heb me echt gewoon in alle bochten moeten wringen om binnen te komen. Ja, maar hoort het ook bij ons. Want de controle is streng, hè? Dat moet ook. En dat willen we ook graag zo houden. We willen weten wie er binnenkomt. En dat we niet de fietsenstalling van de hoek hebben. Maar echt mensen die zich oriënteren op het samenstellen, produceren en verkopen van kerstpakketten. Wat voor ondernemers treffen we hier aan? Importeurs, groothandels. En aan de bezoekerskant mensen die in relatiegeschenken doen en die dan tevens ook kerstpakketten maken. We zijn hartstikke nieuwsgierig. We gaan een rondje doen. En ik hoop dat je me ook even kan leiden. Oh, wacht even. Wil ik u aangeven. Dat is voor het eerst dat we dit doen. Een plattegrond van de beurs. Is helemaal nieuw. Maar dat voor onze bezoekers, dat het duidelijk is wie er staan en hoe ze ingedeeld staan. Oh, dus weet je precies wie waar staat. Oh, dus ik heb een mooi lijstje. Oh, geweldig. Ja. Alles zo duidelijk mogelijk. Oh, dus ook nog op alfabetische volgorde zie ik. De namen staan op alfabetische volgorde, de nummers niet natuurlijk.
Ik hou hem bij, want ik ga straks nog een stukje alleen lopen, want ik wil niet al die tijd in beslag nemen. Leid ons naar een aantal interessante mensen die iets weten te vertellen over de kerstpakketten, want dat vinden de mensen thuis natuurlijk ook leuk. Doen we. Nou, waar gaan we naartoe? Dit is voor het eerst doen deze mensen mee. Die hebben dus geitenwolle sokken die niet kriebelen. Een geitenwolle sok die niet kriebelt? Deze dame die kan u daar alles over vertellen. Socks. Socks. I love socks. Ja, ik ga toch even naar je toe komen. Want... Goedemiddag. Jij bent Margriet, zie ik. Ik ben Margriet, hallo. Margriet, geitenwolle sokken die niet kriebelen. Het heeft de uitstraling van de ouderwetse geitenwolle sok die oma voor ons breide. Hij is leeggemaakt van schapenwol uit Nieuw-Zeeland. Met een zachte laag eromheen, waardoor hij dus niet kriebelt. Hij is extra lang, hij komt tot aan je knieën. En wat doet een sok die lijkt op een geitenwolle sok van oma op een kerstpakkettenbeurs? Dat is een keus voor mij geweest, omdat ik denk dat in deze vluchtige maatschappij, in de periode van de kerst, wij verlangen naar warmte en genegenheid en verbinding. En ik denk dat als je dan terugkijkt naar de ouderwetse tijd van thuis op de bank, gezamenlijk met sokken in je pyjamaatje naar... De weekendquiz kijken? Ja, of een van de acht. Een van de acht? Ja, bijvoorbeeld. Dan denk ik wel dat deze sok daar heel goed in past. In een stukje verbinding en warmte en liefde. Nou, ik vind wel dat je in ieder geval out of the cashbox denkt. Dank om ze daarin te krijgen. Ja. Waar is het idee ontstaan? Want ik bedoel, de naam is sowieso briljant. Socks, S-O-X-S. Ja. Nou, het was eigenlijk heel erg simpel. Het was de naam die vrij was op internet. Dus we hebben wel gekeken van internet hoe, heeft je creatief gemaakt. Ja, dat waar. Ja, dat waar. Dat is absoluut waar. En mijn dochter droeg deze sokken altijd op de bank. En mijn oma maakte ze en ze is er niet meer. Dus dat was voor mij eigenlijk een soort kindje waardoor ik deze sokken ben gaan beginnen. Nou, sieraden zijn ook vertegenwoordigd. Ja, en vooral, dat is natuurlijk een product wat wij eigenlijk niet te veel hebben. Maar wat wel in zijn qua prijs... mooi past in een kerstpakket. En wie is hier de standhouder? Dat is meneer... Dag, hallo. Nol. Richard Kies. Hallo. Richard. Hallo. Ja, Richard, zullen we even naar een... Want anders hebben we een hele andere achtergrond dan waar we over praten natuurlijk. Nou, ik ben die ekster, Richard. En ik kijk in jouw etalage en ik zie daar bijvoorbeeld een hele dikke vette herenhorloge. Of voor een moderne vrouw kan natuurlijk ook. Zeker. Ja, voor nog geen tientje. Nee, dat klopt. Wij focussen ons echt op in de kerstgeschenkenmarkt op keuzeconcepten. Het is eigenlijk zo dat op het moment dat je een cheque krijgt, een voucher krijgt, die je gaat inwisselen. Ja, je kan van alles genoeg hebben, maar sieraden en horloges eigenlijk niet. Dus daar focussen wij ons echt op. En de producten zijn ook zo geprijsd dat ze ook in die keuzeconcepten uitstekend passen. Wat is de hardloper bij jullie? Nou, we hebben er een aantal. Dat is altijd heel lastig. Maar zoals je ziet hebben wij geen fancy kleuren, geen gekke kleuren, geen heel opvallende dingen. De dingen die in basis zijn, dat loopt erg goed. Je ziet hier we staan toevallig bij een model wat erg goed loopt. Maar deze die hieronder al zelf aanwees, voor zowel dames als heren, prima te gebruiken. Ja. Als iemand een kerstpakket gaat vullen, dan zijn dat, neem ik aan... Allemaal dezelfde of kan iemand ook zeggen, joh, ik vul hem gewoon met verschillende artikelen? Nee, het is zo dat gebleken is dat de horloges en sieraden die wij verkopen voor een kerstpakket te klein en te duur zijn. En het grappige is, dat vraag je af, ja, wat doe je dan hier? Nou, daar zijn... Wat doe je dan hier? Ja, wat doe je dan hier? Dat is een hele goeie. Nee, wat wij doen, wij focussen ons echt op bedrijven die keuzeconcepten verkopen. En daar is het product meer dan geschikt voor. Dus dat is eigenlijk... En wat bedoel je dan met een keuzeproduct? Het is zo dat vroeger kreeg je een kerstpakket eigenlijk. Tegenwoordig is het of een kerstpakket, of je krijgt een voucher met een bepaalde waarde. Ja. Ah, zo. En met die waarde, die voucher, kan je naar internet met een inlogcode. En met die inlogcode kun je een cadeautje uitzoeken. Oh ja, wat ook goed. En daar focussen wij ons op. Want ja, sieraden, de dames van tegenwoordig, maar ook de heren hebben dat natuurlijk nooit genoeg. En daar... Nou ja, en smaken verschillen. Dus dat is wel een hele goeie, ja. Mooi. Absoluut. En in een kerstpakket natuurlijk allemaal dezelfde horloges krijgen, dat is ook niet echt... Nee, er loopt het hele bedrijf... dat is niet... Of er rijdt het hele bedrijf met de postcodefiets. Dat moeten we niet hebben. Precies. Zeg, je ziet er hartstikke technisch uit. Ik zie gewoon analoge klokjes, maar ik zie er ook een digitaal horloge. Dus het is heel breed. Je bent van alle markten thuis.
Wij zijn van alle markten thuis. In basis maken wij horloges met logo's erop voor bedrijven. Daar komen we vandaan. En nu hebben we ons echt ook gefocust sinds een jaar of 6, 7 echt ook op de kerstmarkt, waar we ons richten op de bedrijven die keuzeconcepten aanbieden. Choke and Sweets. Je maakt dus aparte verpakkingen, een bepaald moment van automerken. En daar maakt hij dus een doosje van met een uitstraling. Maar hij kan het u zelf beter vertellen. Dat dan loop ik eventjes naar meneer Frans van der Munnik. Klopt, Frans van der Munnik. Zeg, ja, ik loop met Max. Ik heb Max even voor het karretje gespannen om even de beurs rond te lopen. Ja, dit spreekt wel tot verbeelding, moet ik zeggen. Nou, daar ben ik heel blij om dat je dat zegt. Ja, ik denk dat we hier ook heel uniek in zijn. Max vertelde even een kleine introductie. Jij zegt van ze maken verpakking, maar wat erin zit doen jullie niet, of toch wel? Nee, wij maken de verpakking inderdaad. Dat geldt niet voor dit, maar dat is meer voor dit assortiment. Ja, dit soort verpakkingen maken we inderdaad helemaal zelf. Ja, en dat kunnen we al vanaf 1 stuk. Oké, okay, dat betekent gewoon dat de inhoud wordt geleverd door iemand. De chocoladefabriek. Maar wel in contact met jullie. Ja, dat klopt. De juiste maten. En wij werken samen met een drukkerij die inderdaad deze verpakkingen per stuk kan maken. Dus ja, klanten kunnen de verpakking maken zoals ze willen en afnemen in de aantallen die ze willen. Zie ik dit dan, zou ik zeggen, als de vertroeteling in plaats van het bloemetje bij de autodealers? In het geval van deze verpakking is dat inderdaad het alternatief voor de bosbloemen. Ja. En wat doe je dan op de kerstpakkettenbus? Er zijn natuurlijk ook, nou, je ziet bijvoorbeeld hier staan, je kan natuurlijk ook kerstverpakkingen kunnen. Je kunt helemaal telemeten, ja. Dus ook helemaal in, ja. in die kerstsferen maken. Maar het bijzondere is dat we het dus per stuk kunnen maken. Dus klanten hoeven bij ons geen grote hoeveelheden af te nemen. En dat maakt het denk ik uniek. Nou, en de inhoud van het pakket, ja, absoluut uniek. Ja, dat klopt. Nou, hartstikke leuk. Frans van der Munnik van Chokan, zeg ik dat goed? Chokan, gewoon Chokan Suite. Ja, oké. Okay. Dankjewel. Alsjeblieft. Wilco Diepenveen. Ja, van welke firma? Van de firma Natudis. Ja, en dat heeft te maken, jullie doen, ze zijn vooral gespecialiseerd in bioproducten. Juist, we zijn een groot handel van biologische producten. Zoals je ziet hebben we meer dan 6.500 producten in ons assortiment. En we leveren met name aan biologische winkels. We hebben ook onze eigen formule, de Natuurwinkel, wellicht bekend bij u. En ons assortiment is dus volledig biologisch en hier staat maar een kleine selectie. Maar we hebben natuurlijk 6.500 producten in ons assortiment. Zit er een groei in, kerstpakketten en bio? Nou, bio in de markt groeit enorm. Ook als je kijkt naar het conventionele kanaal zoals een Albert Heijn, die heeft meer dan 1.000 producten in het assortiment. En hier zie je ook dat, weet je, Nederland kiest massaal voor biologisch. Nederland koopt steeds bewuster. 33% koopt maatschappelijk bewust. Dus ja, daarom staan wij nu ook hier voor het eerste keer op deze beurs. Omdat we denken dat daar ook in de kerstpakketten enorm potentieel zit. Om meer bewuster in te gaan kopen. Ik betrap me regelmatig met de vraag die steeds terugkomt. Wat is bij jullie de hardloper? Dus ik ga hem ook aan jou stellen. En het is niet omdat we straks allemaal achter elkaar gaan zitten. Nee. Maar als ik naar je klantenkring kijk, welk product komt het meest voor in het kerstpakket? Want daar zijn we nu voor. Als je kijkt naar wat biologisch, ik verkoop thee heel erg goed. Als je kijkt naar een regulier schap bij Albert Heijn thee, dan is het misschien een meter. Maar in het biologische kanaal zie je gewoon echt gewoon 3, 4, 5 meter aan theesoorten, aan theemerken. En dit is bijvoorbeeld een mooie thee, dat is van Yogi Tea. Nou, die heeft echt een kersteditie. Nou, wat dat betreft past het natuurlijk perfect in kerstpakketten. En bio, wil het dan ook meteen zeggen fair trade? Dat wil niet per definitie zeggen fair trade. Maar in veel gevallen is dat wel het geval. Ja, ik wil je wel aanspreken, maar je bent je dingetje. Oh, ja, nee, wat is die? Oh, die is verstopt. Dus jij bent nou echt Laurien? Ja, dat klopt, ja. Maar je staat wel een heel apart product. Ja, echt, hè? Ja. Wat is dit? Dit is eigenlijk een voortvloeisel uit een project wat ik 4 jaar geleden ben begonnen in Mumbai in India. Toen woonde ik daar en toen wilde ik kinderen naar school sturen die op straat leefden. Dat heb ik gedaan en na een jaar haalden de ouders de kinderen weer van school om te gaan werken. En toen dacht ik, ja nee, we moeten natuurlijk werk voor die ouders vinden. Toen heb ik mijn neef, Pepe Heikoop, staat hierop, heb ik gevraagd om iets te ontwerpen wat nu door die ouders gemaakt kan worden. En dat is een papieren vaas geworden. Oké. Okay. Die zet je over een lege fles, want wij gaan ervan uit dat iedereen op de wereld een lege fles heeft. Oké. Okay. Helemaal met de hand gevouwen. We hebben nu 120 vrouwen aan het werk, 300 kinderen naar school en
We doen dus nu samenwerking met bijvoorbeeld met het Rijksmuseum. En is het dan een, is het een commercieel product? Of is het een... Goede doelen. Ja, nou, nee, is het een commercieel product of gaat het... Ja, dat wou kijken. Dit is een commercieel product. En hiernaast runnen we ook nog de hele stichting. En vanuit de stichting gaan de kinderen naar school, krijgen ze healthcare, dat soort dingen. Ja. Maar ik geloof wel, Ster, je moet het ook echt commercieel runnen, anders is het niet duurzaam. Nee, precies. Dan blijft het dus maar een soort van goede doelen sferen. En dit is, winkels worden er ook beter van worden. Reten commercieel, maar er worden wel uiteindelijk mensen mee geholpen. Ja, zeker, absoluut. Ja. Dat is prachtig. Duurzaam product. Ja. Ik neem aan dat het niet gemaakt is van opgedroogd olifantenpoep. Nee. Maar van welk papiersoort wel? Recycled papier. FSC gekeurd recycled papier. Dankjewel. Alsjeblieft. Meneer Voetimpuls. Dag meneer. Ja, ik snap de voet en ik snap de impuls, maar omschrijf hem eens nader, de naam. Wij zijn importeur, distributeur en groothandel in versproducten en in voet. En die versproducten bestaan uit, ik zie veel worsten. Worstsoorten vanuit heel Europa geïmporteerd. Dus Italië, Spanje, Hongarije, Slowakije, Frankrijk. Naast de worstsoorten zijn we ook importeur van een prachtig mooi biermerk. Dat is Poretti, waar een aantal hele mooie specifieke eigenschappen van zijn. En die eigenschappen die passen weer precies bij de juiste worst? Die passen weer bij de juiste worst of bij de juiste kaas. En op die manier proberen we met diverse producten de link te leggen. Zitten we dan hier een beetje op de mannenafdeling van de afdeling in het hoekje van het kerstpakket? We zitten inderdaad voor het grootste gedeelte op de mannenafdeling. Maar waar we wel, denk ik, een heel leuk product in hebben, is het Angelo Poretti. Dat is een beetje het vleien van de vrouw, kom. Vleien van de vrouw. Ja. We hebben mensen die houden van bier. Nou, daar ben ik er eentje van, dat kun je wel zien. Ja, ik ook. We hebben een hele hoop mensen die houden ook van champagne. Dat is dan meer de vrouwelijke kant. En dit is een bierchampagne, dus die zit er precies tussenin. Het is een product met 6% alcohol. Wordt vervaardigd uit 10 soorten hop, daar staat ook de nummer 10 voor. En van elk werelddeel zijn 2 soorten hop vertegenwoordigd in deze bierchampagne. Apart zeg. Leuk hè? Ja. En hier krijgen we heel veel positieve reacties op. En dit wordt door ons geïmporteerd samen met allerlei andere biersoorten. En je zegt het is een Italiaans... Ja, Italiaans merk. Ja. In Italië geproduceerd in de... regio Noordoost, dus in de hoek van Verona. Goh, ik krijg trek, joh, in die worsten. Ja. Heb je ook worsten dat als ik een stukje een hap inneem, dat ik eventjes een halve dag geen last meer van mijn vrouw heb? Die hebben we ook, die liggen van deze kant liggen. Oh ja, deze, kijk. Een Spaans fuetje. En een dikke knoflook erin. Dikke knoflook erin. En dit is dus het meest vrouwenonvriendelijke worstje wat we hebben. Wel genieten. Wel lekker, hè? Simple Spices. Betty Groen. Ja, klopt. Wat een mooie naam voor hetgeen wat je doet. Dankjewel. Zeg, even in het kort, want ik zie heel veel bijzondere kruiden en spices, zoals je dat noemt. Maar ook een hele bijzondere erbij. Klopt, ja. Wat dat dan gaat, is Simply Spices een bijzonder merk. Wat we hier op tafel hebben is speciaal voor de kerstpakketten zoals we dat gemaakt hebben. Maar wat je eigenlijk niet direct ziet... is dat het kruiden specerijen zijn waar geen allergenen in toegevoegd zijn. En dat heeft als voordeel dat rond de feestdagen dat ook mensen met een voedselallergie van deze kruiden specerijen kunnen eten, omdat er geen allergenen in zitten. En waarom wordt er dan gesproken over 24 allergenen? Dat is wel een belangrijk punt. Vanuit de Europese wetgeving zijn er 14 allergenen gedefinieerd. En vanuit Nederland is er nog een bepaalde LEDA-lijst. Die is uitgegeven vanuit het voedingscentrum. En die heeft nog 10 aanvullende allergenen gedefinieerd. Dus 14 en 10 is 24. En daarmee hebben we de meeste allergenen wereldwijd eigenlijk gevangen. En die komen dus niet in onze producten voor. En de smaakversterkertjes, hebben jullie ook knock-out geslagen? Ja, die hebben we ook knock-out geslagen. Een grote groep van de smaakversterkers valt onder de E-nummers. En ook E-nummers zitten niet in onze producten. Peter den Besten. Dag. Is het kopke of kupkepot? Kopkepot is het. Dat is die vraag kopke, die hebben we altijd. Okay. Zeg, je hebt een geweldige stand en je hebt een geweldig product. Want ik droom 's nachts van kaas. Kaas, oké. En bij die kaas
heb ik altijd jouw potje. Nou, dat is heerlijk natuurlijk. En ik durf te zeggen dat ik een portkenner ben. Nou, het is een heerlijke combinatie natuurlijk. Kaas en port is natuurlijk heel mooi. En we hebben natuurlijk heel veel mooie soorten port, die je ook met heel veel mooie kaartjes combineren kan. Als ik nou eens gewoon een uitdaging met je aanga. Dus je schenkt bij mij gewoon 3 hele minuscule dat ik even kan proeven. Ja? En dan ga ik zeggen welke port het is. Dat is lastig hoor. Dat is lastig. Echt? Ja, dat ik ga het toch doen. Ja, oké, okay. We gaan het proberen. Moet ik omdraaien? Ja, okay. Draai maar om. Okay, ik schenk zien. Oké. Het zou heel flauw zijn om te zeggen, dat is een kop kapot. Ja. Nee, maar die rekening kan goed. Ja, die is wel goed, hè? Ja, ja, ja. Het is een jonge port. Een jonge port. Het is een vrij jonge port. Ja. Ik denk... Hij is ook heel bijna niet houtgerijpt. Dus ik denk max 3 jaar. Nou, dus hebben we toch wat te maken met een kenner, denk ik. Echt waar? Klopt het? Ja, het klopt inderdaad. Ja, het is, ja fantastisch. Ja, oké. Okay. Heel goed. Bordje. Heel andere kleur. Heel andere kleur? Ik kan eigenlijk al aan de kleur zien dat deze langer hout gerijpt is. Dat klopt inderdaad, ja. Dat zie je meteen aan de kleur. Hoe langer dat die rijpt, zo'n port, des te... Ja, bruiner wordt die van kleur natuurlijk. Ja, hè? Het aroma. Hè? Een beetje van die vanille tonen ruik je erin. En dan, als je hem dan proeft, het is heel zacht. Boterhamals in je mond. Het is fantastisch is echt, mooi. Ja, dus, het is een hele mooie. Ja. Dus dit is een stuk ouder. Een stuk ouder, ja. Ja. Het is een potje van... ik weet niet precies hoe lang die gerijpt is. Maar ik denk dat het een potje is van 1 jaar of 12. Ja, dan komt hij heel dicht in de buurt, ja? Inderdaad. Ja, ja, ja. Zal ik hem laten zien welke het is? Ja, en ik denk, ja, ik... Wil je nog even verder? Ja, ik zit... Ik kan het niet loslaten. Dit is gewoon een lekkere oude dame. Heel zacht, ja. Heel mooi zacht van smaak. Ja, je had het net over kaasjes. Nou, die vorige port die je had, dat is heel mooi als je een beetje stevige kazen hebt. Een beetje oudere kazen of een beetje blauwschimmelkazen. Daar is die vorige heel bij. Die is heel mooi stevig van smaak. Peter, ik krijg het water in mijn mond, man. Ja, misschien hebben ze verderop... Even gaan kazen zoeken. Zo meteen een kaasje erbij gaan zoeken. Ik sluit eventjes af. Deze... tussen de 12 en de 14 jaar. Ik denk dat hij 1 jaar of 8 gerijpt heeft op het vat. Ja, zoiets van ongeveer, denk ik. Serieus? Ja, ja. Okay. Hij is uit 2002. Dus hij is nu 14 jaar oud. En dan zouden we heel even op de achterkant van de fles moeten kijken hoe lang dat hij gerijpt heeft. Want dat kunnen we namelijk precies zien. Okay. Daar staat het jaar van botteling staat erop. Hij is gebotteld in 2014. Dus hij is van 2002, dus heeft hij 12 jaar gerijpt op houten vaten. Dus dat is een hele mooie lange houtrijping. Nou, daar zit ik hem niet heel ver naast, maar jij gaat er nou weer een pakken. Ik ga er nou weer een. Ik ga weer even omdraaien. Weer een hele andere geur. De smaak zal ook heel anders zijn. Ik zal niet alles verklappen, maar... Ja, je hebt niks zeggen. Ik vind hem... Hij is... ik vind hem wat fruitiger. Hij is dominanter. Maar deze ga ik precies vertellen. Ja. Ja. Heeft 1 jaar of 3 gerijpt op het vat en 1 jaar in de fles. Fantastisch. Ja. Echt. Ik kan merken dat je vaker port drinkt. En welke heb ik nou gewonnen? Welke heb je nu gewonnen? Dan zullen we zo zo'n mooi flesje maken. Nee, hoeft niet. Nee, dat is niet nodig. Nee, ik zit je gewoon uit de tent te lokken. Maar het is wel... mensen hebben heel vaak het idee dat port toch al een beetje naar de donkere maanden drankje is. Hè? Je staat hier natuurlijk op een kerstpakket in de bus. Maar port is eigenlijk gewoon van genieten. Daar zit toch geen maand of wat dan ook. Nee, dat is al lang niet meer zo natuurlijk. En zeker, je hebt tegenwoordig ook hele mooie soorten witte port natuurlijk. En droge witte port. Dat kun je ook de hele zomer doordrinken. Dat is fantastisch mooi. Die zijn mooi fris van smaak. Of je kan ze heel mooi combineren met een beetje tonic. Maak je er een hele mooie zomerse cocktail van bijvoorbeeld. Maar ik heb er laatst een ontdekt. Dat was een port rosé. Ja. Oh, wat een tongstreler is dat, zeg. Fantastisch. Oh, die heb je ook? Ja, dat is een tongstreler. Dat is ongekend. Kopke heeft ook een hele mooie, jonge... Rosé port.
echt, ja, puur voor de zomermaanden is dat eigenlijk wel. Je kan het wel een beetje doordrinken in het najaar, maar dit moet je lekker fris serveren. En dan, je kan hier ook een hele mooie cocktail mee maken, maar je kan het zo drinken. Dus echt, echt fantastisch mooi, een mooie port is dit. En voor het najaar, dan ga je echt naar de, of naar de, een mooie Koljeita-port van Kopke. Of voor de feestdagen een hele mooie Christmas Reserve Ruby port. Dat zijn geweldige portsoorten om lekker van te genieten met de feestdagen. Ja, bij Kopke geen kopzorgen als het om port gaat. Absoluut niet, absoluut niet. Dankjewel, Peter. Graag gedaan. René Roorda, voorlichtingsbureau Kerstpakketten. Wat doen die? Dat is een samenwerkingsverband van ICN, Sligro, de WGDP en PPP. Dus met andere woorden, dat zijn de grootste kerstpakkettenaanbieders in Nederland. Wij doen de lobby in de richting van Den Haag, het ministerie van Financiën. Als het gaat om de fiscale regeling van het kerstpakket. En wij staan ook de media te woord. Als er, en dat zijn meestal de maanden november en december, vragen komen over het kerstpakket. Wat is jouw betekenis nu op de beurs? Zakelijk of genodigd? Genodigde, om te kijken wat de trends zijn voor komend jaar. Of voor de komende kerstpiek. En dat zijn dus ook zaken die we op onze website zullen zetten. www.infokerstpakket.nl. En dat zullen we ook ventileren in de richting van de media. Al een klein ideetje wat de trends zijn voor dit komend jaar? Ik ga hier vandaag met zeer veel belangstelling alles bewonderen. Arjan Knecht van PPP, Platform Promotional Products. Wat doen jullie op de kerstpakkettenbeurs? Wij behartigen de belangen van de kerstpakketten, traditionele kerstpakketten binnen de PPP. En sowieso is deze beurs het platform, het moment van het jaar waar leveranciers en samenstellers van kerstpakketten zich bijeenkomen om zich te laten oriënteren en nieuwe producten en trends te spotten. Dus het is de place to be op dit moment. Ja, ik zie verschillende ondernemers staan, ook ondernemers die werken met foutjes, maar echt de traditionele kerstpakketten die blijft op dit moment toch wel overwinnen. Jazeker, het is uiteindelijk, iedere werkgever heeft de uitdaging om zijn mensen te verrassen en te waarderen aan het einde van het jaar. Daarin zie je natuurlijk ook trends, ook met waardebonnen en cadeaubonnen. Maar het kerstpakket is een prachtige Nederlandse traditie die we een warm hart toedragen. En een van de speerpunten is toch om met elkaar dat in ere te houden. En eigenlijk niets is leuker dan een cadeau te krijgen waarmee je echt verrast wordt, zonder dat je weet wat erin zit. Ik heb een rode wangetje van gekregen van de kerstpakkettenbeurs 2016 hier in het Autotron in Rosmalen. Zoveel indruk op gedaan en ik ben gewoon echt, tijdens de opname is het 16 februari, helemaal in kerstsfeer gekomen. Zo erg dat ik denk ik mijn glas maar eens even lekker laat vullen met een heerlijke port. Ik bedoel, je kan geen glas groot genoeg hebben. Het was het voor dit jaar. Hopen dat we volgend jaar weer terecht kunnen hier op de kerstpakkettenbeurs. Proberen steeds andere bedrijven en leuke ideetjes, leuke snuisterijen te laten zien. Bedankt voor het kijken. Heel graag tot de volgende keer. En we gaan verder met dwalen door Den Bosch. Want ik weet begot niet waar ik nou uitkom. Want wie had gedacht dat ik een kleine kwartier, 20 minuten geleden in kerstsferen zou raken. Maar het is me gelukt op de kerstpakkettenbeurs 2016 in het Autotron Rosmalen.